Welkom bij Pakhuis de Zwijger. Welkom AT5-kijkers, welkom YouTube-kijkers, welkom mensen in de zaal. Wij gaan in gesprek met, dat is een serie, gaan we in gesprek met wethouders. Melanie van der Horst is hier geweest en nu zit René van Dansen hier. Die mag ik tutoyeren, hoop ik. Ja, zeg maar. Ik mag geen hier zeggen. Heel fijn. Heel fijn. Dus afgelopen november hadden we Melanie van der Horst hier zitten voor een interview. En wat we doen is met de wethouder praten over de portefeuille, een terugblik op hun tot dusver verrichte werkzaamheden en vooruitblikken naar de komende jaren. Dat gaan we doen. Nou, vandaag René van Dansen, wethouder, let op, woningbouw, ruimtelijke ordening, grond en ontwikkeling en monumenten. Een enorme portefeuille. En we gaan het hebben over de Amsterdamse woningbouwopgave. We hebben er in Pakhuis de Zwijger ongelooflijk veel gesprekken over gehad, hè, de crisis. Ik maak ook het programma Bouw Woon Leven en ik begin elk programma ongeveer. De ene crisis stapelt zich op de andere. Crisis als kans was onze laatste aflevering. Het onzeker investeringsklimaat, uw collega Hugo de Jonge houdt van alles boven de markt. Veel eisende pakketten, ambities, een hele hoop. Ruimtegebrek, wat doen we met de ruimte? Hoe krijgen we dat allemaal voor elkaar in onze schaarse, alles binnenstedelijk, ja, boven op elkaar proppen. Het groen, het is al genoemd, ook voordat we gaan beginnen heb ik altijd even een gesprek met het publiek. En u thuis zal het ook wel hebben van, gaan ze het toch wel over het groen hebben? We gaan het over het groen hebben. Maar graag zelfs. Graag zelf. En onze kinderen en onze neven, nichten, alle mensen die uitvliegen, die na 5 jaar in hun studentenhuis uit moeten vliegen, die moeten ook een woning hebben. We gaan een half uur gesprek met de wethouder. Daarna halen we mensen hier aan tafel uit de praktijk. Dat zijn Esther Agricola, Harry Boeschoten en Sylvia Fennis. Dus respectievelijk een ontwikkelaar, iemand van de Groene Metropool van de Staatsbosbeheer en Sylvia Fennis van de bewonersparticipatie van Red Amsterdam Noord. Die komen straks hier aan tafel, maar eerst ga ik even met Renier aan de slag. Renier, jij hebt als eerste voor ons een nieuwtje. Een ja, scoop, vertel. Zeker. Dit is de periode waarin je mag aankondigen hoeveel woningen we gebouwd hebben. Dat spitsen we samen nog uit naar allemaal segmenten. We willen natuurlijk zoveel mogelijk betaalbaar. Ja. Maar ik kan met veel plezier vandaag vertellen dat we 8401 woning gerealiseerd hebben. Zo. En dat is langjarig wel een van de records. Dus daar zijn wij bijzonder Hoe lang geleden is er ooit meer gebouwd per jaar? Ik meen dat wel, in 2000, nou, we kunnen het hier allemaal prachtig zien, dat in 2018 en 2015 net meer gebouwd is. Maar je moet eigenlijk even dat lijntje wat we er doorheen getrokken hebben voor jullie. Dat laat eigenlijk zien wat we vanaf 2018 die productie enorm hebben op weten te krikken. En je bouwt hier bijvoorbeeld wel 1 op de 10 huizen in Nederland, in Amsterdam. Hè? Ja. Dus ik denk dat we dat heel goed doen. We gaan het straks over al die andere dingen hebben die bij een stad horen. Hè? Want kijk, alleen maar woningenbouw is denk ik heel belangrijk om de wooncrisis te bestrijden, maar je hebt niks aan een stad met alleen maar de woontoren. Er moet gewerkt worden, er moet geleefd worden. Je moet een fijn plekje groen hebben. Ja, en ook wel een park waar je hebt natuurlijk heel veel verschillende soorten groen. Ja. Stadsnatuur waar je even tot jezelf kan komen. Ja. Parken, stadsparken die je echt meer gebruikt om te recreëren. We hebben een enorm bruisende festival- en evenementencultuur. Daar is ook het liefst gras alles over te voor zeggen nodig. Ja. Dus ik denk, kijk, jij zei net al die uitdagingen die er zijn, maar de wethouder ruimtelijke ordening en woningbouw is eigenlijk elke dag bezig met hoe krijg je nou al die wensen die we in de stad willen in één pakket. In één pakket, in onze beperkte ruimte, om zo dicht mogelijk bij de ideale wereld te komen. Betaalbaarheid, daar had je het ook over, hè? Want hoeveel van die ruim 8000 woningen zijn betaalbaar. En hebben wat is we allemaal voor je op een rij gezet. Ja? Dat is nu 58%. En het is denk ik wel even goed te zien wat een sprong we gemaakt hebben. Van 39% naar 58%. Ja? En wat is betaalbaar? Betaalbaar vinden wij het sociale segment en het middensegment. Dus dat is of tot €755 of weg, of tot 1050. Dus dat is precies, 1050 is de top, zeg maar. Ja, en waar wij heel erg natuurlijk naar op zoek zijn, zijn ook betaalbare koopwoningen. Want je moet ook betaalbaar een woning kunnen kopen die ook niet een schoenendoos is. Hè. Vallen we ook in het middensegment. Maar we hebben natuurlijk heel weinig mechanismen om tegen die enorm absurde prijzen van de markten in te gaan, waardoor dat vaker in de wat goedkopere gebieden van Amsterdam is. Ja. We hebben het grote voordeel, de grond is van ons. Dus wij bepalen wat je daar mag bouwen. Zo betaalbaar mogelijk. Betalen ook wat huren
zijn. Ja. En bouwen dan het duurdere segment eigenlijk om die rest van de stad te financieren. Precies, zo is het altijd geweest. Ja. Ja, dat is zo is het altijd geweest. Nou, sinds de jaren 80, 90 geloof ik. Hè? Ja, ik bedoel, voor die tijd. Heel ver. Ja. Maar in ieder geval, zolang als ik bewuste Amsterdammer ben, dat zal een hele tijd doen we het zo. Waar we, denk ik, terecht die eisen voor betaalbaarheid enorm omhoog hebben gelegd. Ja, dat moest ook wel, hè? Nou, dat vroeg natuurlijk... Nee, maar dat is ook... Kijk, Amsterdam heeft echt wel... Het grote risico, wij noemen dat dan een bipolaire woningmarkt. Dat betekent eigenlijk, er is heel veel woningen, maar als je heel rijk bent, kan je uitkiezen wat je wil. Ja. En we hebben best wel veel woningen in het sociale segment. Alleen ja, daar verhuist bijna niemand. Nee. Dus we hebben, het is misschien wel... Doorstroming, ja, maar daar gaan we het straks nog over hebben. Want ik wil eerst even. Oké, okay, ik laat jou even het gesprek doen. Ja, precies, precies. Ja, ik ben hier de baas, hè? Ja, heel goed. Vandaag eventjes, nu eventjes. Want ik wil even terug naar een jaar geleden, toen je aangesteld werd. In juni, ja, dus het half jaar. Half jaar. En een paar weekjes. Wat een wereld, wat is er gebeurd allemaal? Ja. Ik bedoel, als je nou terugblikt, hoe kijk je daar tegenaan? Het is natuurlijk in. Het jaar 2022 en zoveel verhalen te vertellen. Volgens mij waren we allemaal opgelucht. En ik kom uit mijn vorige achtergrond, is horecaondernemer. Ja. En doe ik het samen met mijn vrouw, die ook in de zaal is. We waren, denk ik, blij als een kind dat we weer een fluitje aan de bar konden drinken. Nou ja, en nagenoeg op hetzelfde moment brak er een verschrikkelijke oorlog uit. Ja. Dan denk je, ja, ik weet niet, ik ben een rasoptimist. Dan denk je, nou, dat was... Het gaat nog wel enigszins snel, maar ja, dat is ondertussen ook al bijna een jaar geleden. En dan zie je... Maar wat heeft dat gedaan met jouw taak? Alles is vele malen ingewikkelder geworden. Ja. De bouwprijzen zijn enorm gestegen, de rente is omhoog gegaan. We hebben materiaalschaarste, we hebben natuurlijk nog in de regio een heel akelig stikstofprobleem. En na wat uitspraken van de Raad van State, die ik snap, hè, want we moeten ons gewoon aan de wetten houden waar we ons aan gecommitteerd hebben, moeten we daar ook veel dingen voor uitrekenen. Wat weer tijd en capaciteit kost, is alles ingewikkelder geworden. Ja. Wat je ziet, is dat woningcorporaties door het afschaffen van de verhuurdersheffing wel meer ruimte hebben gekregen, maar tegelijkertijd ook echt moeten verduurzamen. Ja, dus daar gaat het geld naartoe dan? Nou ja, beleggers hebben als de rente stijgt het natuurlijk ook ingewikkelder. Ja. Maken zich ook zorgen... in ieder geval vorig jaar over die terechte huurregulering van Hugo de Jonge in het middensegment uitpakte. Schrok jij daarvan? Hoe die beleggers reageerden en hoe de markt reageerde hier? Misschien drie dingen erover. Kijk, ik persoonlijk schiet niet helemaal in katzwijm van een particuliere belegger die al 100 jaar een woningje heeft en dat al drie keer heeft terugverdiend. Gaat om institutionele beleggers. Nou ja, maar kijk, we hebben die beleggers als corporaties niet bouwen. En beleggers niet, dan kunnen we alleen nog maar dure koopwoningen realiseren. En dat nee, maar dat is gewoon de realiteit. Dus we hebben die beleggers keihard nodig. Ja. Het is bovendien ook ons pensioengeld. Het is ook goed als die mensen een aardig rendement krijgen, want dan kan je later weer stoppen met werken. Dus we moeten over die institutionele beleggers, die moeten we helpen. Of beleggers die echt wat willen bijdragen. Zag je wat zij deden? Wat deden die beleggers toen de pleuris uitbrak, hè? Zo'n beetje na het laatste half jaar 2022? Hoe zag jij ze bewegen? En ben jij ook naar Hugo de Jonge gegaan en zegt van Hugo jongen, de jongen? Ja, nou, ik bedoel, kijk, natuurlijk heeft... Wat ben je aan het doen? Heeft de wethouder van Amsterdam, dus het grootste gedeelte van de woningproductie, voor zijn rekening neemt van alle steden en de minister van Volkshuisvesting veel contact. Ja. We hebben deze zorgen ook wel overgebracht. Maar ik weet dat Hugo zelfs ook enorm met die institutionele beleggers... gepraat heeft. Er is ook al duidelijkheid gekomen. Er is voor nieuwbouw echt een aardige overgangstermijn. Maar laten we wel heel realistisch zijn met elkaar. We willen allemaal zo betaalbaar mogelijk, zo duurzaam mogelijk. Maar geld is mobiel. En dat kunnen we. Dat gaat naar het laagste punt. Ja, dat is uiteindelijk wel hoe het werkt. En dan kan ik, als ik zeg altijd, ik ben geen neoliberaal, maar neo-idealist. Ik vind het heel belangrijk dat je idealen hebt, maar ook wel kijkt hoe je het kan uitvoeren. Ja, dan is dit wel gewoon een realiteit waar we mee te maken hebben. Een realiteit die misschien ik en ook wel de institutionele beleggers soms verafschuw, maar het is wel hoe het werkt. Ja, precies. En uiteindelijk ook wel, hè, als je een pensioen krijgt, wil je... het is allemaal in lage rendementen gestoken. Het is niet zomaar geld. Hè? Ja, maar dan ga je ook zeuren. Ja, precies. Dus je hebt hun fondsen waar ze verantwoording aan moeten afleggen. Dat is en misschien mag ik nog wat zeggen wat nu... Een eigenaardige constatering is, dus je ziet in de dure huurmarkt
dat huurwoningen nog vrij snel gaan, omdat mensen echt nood hebben. Ja. Maar nieuwbouwkoopwoningen zijn eigenlijk moeilijk te sluiten. Nee, ik hoorde het al. Ja, en dat is wel waarmee we dat hele stuk waar we het straks over gaan hebben. Ja. Hè, dus als je zegt, nou oké, een woning... moeilijk te slijten, Renier. Ik bedoel, het is... Wat ik van makelaars vernam, is dat het nu een beetje normaal is. Weet je hey, ik, ook hier schiet het was niet natuurlijk meteen, crazy. Ik lei me niet vast aan de eerste vastgoedontwikkelaar om protest te voeren. Maar het is wel iets wat. Het is een nieuwe realiteit. Ja. Kijk, en uiteindelijk moeten we op die ontwikkelaars wel zuinig zijn. Want misschien kunnen we ons allemaal de vorige crisis nog wel herinneren. Ja, nee, toen viel iedereen bij bosjes om. En die bouwcrisis, hè, je zag het net in die grafiek ook. Ja, ja dat is waar we nu, dat hebben, zijn we net te boven gekomen. Ja. In de wooncrisis. Wat heeft jou dat het meest geleerd? The show must go on. Dus gewoon doorbouwen. Nou ja, uiteindelijk... Nee, de wooncrisis mag geen bouwcrisis worden. Want als we daarmee stoppen, dan komt uiteindelijk alles tot stilstand. En dat is niet alleen maar omdat ik graag mijn doelen wil halen of vind dat je die woningnood moet oplossen. Je moet ook realistisch zijn. We bouwen zo'n 2% van Amsterdam jaarlijks bij. Daarmee los je natuurlijk niet de hele woningnood op. Nee. Je helpt wel mensen, iemand zei terecht, de woningzoekende. Ja, daar doen we het ook voor. Maar we proberen, ik kom met een woningbouwplan vrij binnenkort, ook die woningproductie veel meer te richten op hoe kan je die doorstroming in de bestaande stad realiseren. Precies, en dat doe je, moet je met de partijen doen waar je het mee moet doen. Hè? Want wij hebben allemaal kinderen. Ja. Wij hebben allebei kinderen. Zeker. Die allemaal, die van mij mag nog wel even thuis blijven wonen. Dat is 3,5. Maar, nog voorlopig, maar ja, je weet het je niet. Je weet het niet. Want jij hoopt natuurlijk als wethouder, dat is natuurlijk ook een dingetje. Je hoopt natuurlijk dat over 10, 20 jaar mensen het nog hebben over de Van Danzig-tijd. En dat jouw zoon zegt van ja, dankzij mijn vader kan ik betaalbaar wonen. Hè, mijn zoon ook, die gaat iets eerder het huis. Hè? Ja, dat zou een fantastische legacy zijn. Ja, dat is een legacy waar je wel, dat is natuurlijk je politieke verantwoordelijkheid. En dat is natuurlijk die, hè, wat we ook hebben over, je moet dat samen met die partijen doen. 40-40-20 hebben we afgesproken. 40% sociaal, 40% midden en 20%. Ja, dat is altijd het uitgangspunt. Hè? Ja, bedoel ik. Ja, precies. En daarna gaan wij rekenen wat is haalbaar. Wat is haalbaar? En dat is denk ik een volgende vraag, want dat hoor je natuurlijk wel. Dat is ook waar mensen zich zorgen over maken. Is dat nog haalbaar? Want voor de partijen die moeten bouwen, hè, we hebben natuurlijk in de jaren 90 de markt, het aan de markt overgelaten. Die moeten zo langzamerhand weer eens een beetje, hè, er hangt de regulering boven de markt. Die denken ook allemaal van jongens, wij wachten af, we trekken ons even een beetje terug. Want die krijgen het ook niet meer rondgerekend, zeggen ze dan. Hè? Dus dat is natuurlijk, daar gaan we dan van uit. Hoe krijg je die samenwerking soepel, zodat je toch ook weer elk jaar die 7500 woningen kan bouwen? Ah, kijk, even laten we vaststellen, het zal de komende jaren enorm moeilijk worden. Ja. En ik wist natuurlijk het cijfer iets eerder dan jij. Ja. En ook wel even tegen mijn team gegrapt. Geniet er maar even van, want ik weet niet of we dat deze periode nog tegen gaan komen. Ja, dat is ook wel een bepaalde realiteit zien. Ja. Maar ik vind wonen een grondrecht. Het staat niet voor niks in onze grondwet. Ik vind dat we daar alles aan moeten doen om het zo betaalbaar mogelijk te maken. We beginnen altijd met 40-40-20 uit te rekenen. Maar ik ben wel voornemens, dat heb ik ook tegen de gemeenteraad gezegd, hè, het orgaan waarvoor ik werk, zeg maar. Iedereen heeft een baas. Ja. Gezegd, ja, maar ik kies uiteindelijk toch altijd nog voor meer betaalbare huizen. En dan misschien iets minder die percentage. Want uiteindelijk meer sociaal maakt, meer middenhuur. En er komt ook iets meer duur bij, omdat het rondrekent. En het ziet er ook nog goed uit, hè. En je hebt de voorzieningen erbij, ja, dan is dat wel een manier om de stad vooruit te helpen. Maar snap je dat mensen, en ook hè, dat sentiment leeft hier in de zaal, bij ons, overal, dat je dan daardoor de indruk krijgt dat de stad eigenlijk alleen maar voor de hogere inkomens nog beschikbaar wordt op deze manier. Als je zegt van, misschien hoor ik het verkeerd, maar ik moet sowieso doorbouwen. Ook al is het dan iets meer midden, of hè, we moeten met die duurdere segmenten moeten we het kunnen blijven betalen. Gaat het dan niet meer schuiven richting dat de stad echt voor de mensen met een dikke portemonnee wordt? Nou, heb je dat het sentiment leeft? Ja, ik bedoel, volgens mij, kijk, ik woon ook al mijn hele leven in Amsterdam. Het is natuurlijk enorm veranderd. Ja, maar hoe voel je dan als mensen zeggen van ja, het is alleen nog maar voor de rijken? Nou ja, ik bedoel... Hoe kan je dat ontzenuwen? Ik denk dat het op basis van de cijfers aantoonbaar niet geheel waar is, maar ik... Kijk, het is heel gek. Het gevoel, hè? Ja, maar, het gevoel is er wel. Kijk, ik kom uit de horeca en waar mensen vorig jaar de eindjes aan elkaar moesten knopen, twee truien aan en denken, wat als ik een weekje überhaupt niet mijn kachel aanzet? Ja. Zijn er ook genoeg horecazaken waar de ene fles Chablis naar het andere plateautje oesters gaat? En dat bijt elkaar. Daar heb je niet alleen een middenklasse voor nodig. Ja. Je moet elkaar ook ontmoeten, je hebt gemengde wijken nodig. Maar nee, tuurlijk zie ik dat. Ik heb het probleem met, als je heel, stel je voor dat je heel streng in de leer zou zitten. Nou ben ik niet zo, ik ben een tamelijk
pragmatisch en het lukt je om 1000 woningen 40-40-20 te maken. Ja. 400 sociale woningen. Ja. Nou, ik bouw dan liever 6-7000 met een marginaal andere verdeling, die veel meer sociale woningen hebben. Ja, ja, precies. Want uiteindelijk dus, daar moet je, dus je zegt van later, je moet daar flexibel in zijn, maar je moet wel blijven zorgen dat die in ieder geval bijna de helft sociaal blijft. Oh, nee, maar wat mij betreft veel meer. Wat je ziet is dat. Want jullie hadden eigenlijk, D66 had in zijn programma 30% sociaal, toch? Bij de 30, 40, 30 ja. Staan. Maar snap je dat mensen er toch een beetje bang voor zijn? Nou, dat is natuurlijk, hè, als we kijken van dat betaalbaar houden van die woningvoorraad, wordt lastig, hè? Daar ben je ook heel open en eerlijk en transparant. Dat mensen dan denken van, voor het weet wordt dat een beetje schipperen, een beetje hier, een beetje zus, een beetje zo. Dat mensen bang zijn dat gaat zakken naar de 30%. Nou ja, kijk, en dan hoop ik het vertrouwen ook te winnen. Ik zeg de hele tijd, ik wil zo betaalbaar en zo duurzaam mogelijk bouwen. En kijk, laten we eerlijk zijn, hè, ook tegenwoordig is je energierekening gewoon een component daar. Ja. Want je kan een oud pandje voor 700 euro huren, heb je een sociale woning. Maar als je 400 euro in het kachel moet gooien, dan betaal je alsnog heel veel. Ja. Mensen willen graag grotere woningen, dat kan ook. Maar dan kan het soms in die percentages niet goed uit. Dus wat ik heel goed wil doen is per gebied kijken. Wat is er nou nodig? Moeten we meer oudere woningen bouwen, zodat er gezinswoningen vrijkomen? Moeten we dat doen? Ja. Moeten we juist meer inzetten op bijvoorbeeld flexwoningen waar we mee bezig zijn, om tijdelijk de woningnood te ledigen? Ja. Dan moeten we dat doen. Maar geen misverstand. Wij zijn voor de zo duurzaam mogelijk, zo betaalbaar mogelijk. Maar wel met die focus op het realiseren. Ja. Ik denk uiteindelijk dat niemand het ervoor gekocht heeft dat je op papier gelijk hebt gekregen, maar er geen paal de grond in gaat. Nee. Ik snap ook, kom misschien nog wel op dat mensen zich ook zorgen maken over het tempo. In sommige gebieden gaat dat wat mij betreft ook te hard, terwijl dan in andere gebieden juist te langzaam gaat. Nou ja, en ook wel waar het echt door moet. Ik vind zelf bijvoorbeeld de Sleeping Giant, stedenbouwkundig, is Zuidoost, de Bijlmer. Ja. Er liggen 2 metrolijnen en dan hoef je eigenlijk alleen nog maar huizen. Er liggen ook best wel wat voorzieningen, maar die zou je kunnen uitbreiden. Maar dat is een sociaal project, hè. We zijn daar echt bezig met wijkvernieuwing voor de mensen in Zuidoost. Met heel veel toegang voor anderen. Ja. Ja, maar als daar halverwege het project de bouw stilvalt, ja, dan moet je nou, maar dan wordt het agnebisch. Ja. Wij zijn het aan de Bijlmer en ook plekken in Nieuw-West verplicht om die stedelijke vernieuwing op gang te houden. Daar is het moeilijkst. Hè? Daar ondervind je toch de meeste. Daar is het lastig. Hè? Nou, daar is het gewoon moeilijker om de projecten rond te rekenen. Met de partijen waar jij mee moet werken, natuurlijk. Hè? Dat is gewoon een feit. Maar ik ben hoe vaak zit je aan tafel? Je zit natuurlijk eindeloos aan tafel met deze marktpartijen te chaggeren. Van jongens, als ik nou dit doe. Wij hebben fantastische ambtenaren in Amsterdam die echt dat dagelijks contact onderhouden. Maar ik probeer met woning. Corporaties met ontwikkelaars wel echt bereikbaar te zijn. Ook ja, en de combinatie, gaat dat goed met die samenwerking tussen corporaties en marktpartijen? Begint dat ook een beetje? Ik heb het gevoel dat het steeds beter gaat. Ja. En waar nodig proberen we daar ook elkaar in te koppelen. Ik bedoel, het zijn allemaal mensen volgens mij die met. Kijk, je hebt in elke branche rotte vissen. Maar laten we het even over de goede hebben, want het is nog steeds verder weg het merendeel. En die krijgen eigenlijk. Vind ik niet altijd de aandacht die ze verdienen. Dat is echt het overschot. Hè? Ook best even. Dat is altijd zo, je hoort nooit. Maar laat mij dan ook even zeggen, er zijn heel mensen goed. Die fantastisch en bevlogen willen bouwen in Amsterdam. Maar het zijn allemaal hele complexe projecten. Wij bouwen eigenlijk alles binnenstedelijk. Alles is 1000 problemen, heel ingewikkeld om het rond te rekenen. Ja. Er gaan echt wel eens dingen mis, maar in bijvoorbeeld participatie gaan we het nog wel over hebben, proberen we echt dingen te verbeteren. Ja. We proberen veel beter na te denken over wat voor stad willen we. Wij noemen dat de complete stad, maar hoe compleet moet die dan zijn? Ja. En welke bereikbaarheid moet je op investeren? Wanneer leg je wel een metro aan? Wanneer kan je een metro aanleggen? Omdat het Rijk met heel veel geld langs wil komen. Dat helpt ook, want het scheelt het de Amsterdammer de belastingcentjes. Ja. En dat allemaal in een kader waarin de middelen niet eindig zijn. Nee, precies. Ja. En die marktpartijen denken daar ook in mee. Hè? Als we nou eens even kijken, want er zijn nog een aantal dingen even kijken. Ja, ik heb er nog wel even tijd voor. Je had het net al over die flexwoningen. Hè? Daar stond net nog vandaag een stuk in het Parool daarover. Hè? De angst dat allemaal te snel en was wel een mooie tekening, toch? Een plaatje gezien? Ja, een prachtig plaatje, ja. Precies. Nou ja, dat is natuurlijk niet. Volgens mij kan dit nog beter. Nou ja, dit is natuurlijk heel gedateerd, want er zijn natuurlijk veel mooiere flexwoningen. Nee, maar als je dan kijkt, we even de artist impression van het nieuwe project. Ja, precies. Maar dit is blijkbaar niet op de oude. Maar er zijn veel mooiere plaatjes. Maar
Hoe gaat dat? Is dat nog bij te benen? Weet je? Het kan ontzettend snel en het kan goed. Hoe sta je daarin? Snel en zorgvuldig. Snel en zorgvuldig, oké. Okay. Ik denk dat wij zullen laten zien dat we in een groot deel van 2023 dicht bij de 1000 woningen komen die we opstarten. Ja. Maar dat moet echt, nogmaals, ik had het gevoel dat we het andere plaatje zouden krijgen. Dat moet echt nieuwe stijl zijn. Het zijn ook echt veel betere woningen waar je niet voor hoeft te schamen. Maar kijk, er zijn wel mensen, soms ook in het Haagse, die denken, ah joh, gooi die dingen gewoon neer. Hè? En dan zijn ze er toch, kunnen er mensen wonen, maar zo werkt het niet. Hè? Nee. Veilig zijn, er moet gas en licht zijn. Het is ook wel handig als de wc doortrekt. Nou, dat is gewoon een hele... Ja, maar dat is allemaal al lang zo. Hè? Het is natuurlijk, Nee, zeker, maar wij moeten het wel aansluiten. Want de wc trekt wel door, maar het moet natuurlijk ook de riolen in. Dat bedoel dat ik zijn van die dingen, Dus we gaan dat snel doen. En we gaan dat ook mengen met 30% statushouders. Dus asielzoekers die hier mogen blijven. Ja. Jongeren, misschien ook spoedzoekers, hè, mensen die tijdelijk heel erg in de knel zitten. Misschien op sommige plekken wat lokale voorrang voor jongeren. Maar echt ook daar per buurt kijken, wat is hier nodig? Ja. En ook de lessen die we geleerd hebben van die gemengde complexen. Dat je soms wat kleinschaliger de woonblokken moet maken, waar mensen gewoon elkaar meer ontmoeten, waar je het beter kan beheren. Ja, en daar hebben we ook avond over gehad in Pakhuis en Zwijger. 2 februari is er trouwens een hele leuke avond over flexwoningen. En die zien er een heel stuk beter uit. Ja. Die kunnen ook wel echt 25 jaar blijven staan. Ja, zeker. Als je kijkt in de regio, in Lelystad heb je bijvoorbeeld plekken waar tijdelijke woningen waar echt meer gemengd is. En waar ook de woningcorporatie erop. Daar werkt het echt goed. Hè? Wordt er ook goed gekeken naar, wordt er bestudeerd op groepen. Ja, zeker. Kijk, Amsterdam is hier ooit mee begonnen. Hè? De Syrië vluchtelingen. Crisis. Ik denk dat je moet constateren dat we heel veel lessen geleerd hebben. Dus laatst een heel uitgebreide brief van de wethouder opvang, de wethouder volkshuisvesting en van mij uitgegaan om uit te leggen wat hebben we geleerd. Er zijn ook een aantal hele nare incidenten gebeurd, zeker in coronatijd. Ja. Maar in de basis, op kleinschaligheid, en als je de mensen goed matcht aan elkaar, dan werkt het enorm goed. Werkt het kan goed, het ook de integratie bevorderen. Maar je moet, het is zoals wel veel dingen in de volkshuisvesting ook een dun koord om op te balanceren. Ja. Precies, maar in ieder geval de mix zou heel goed kunnen werken. Dat die flexwoningen echt mooi en goed kunnen zijn, dat weten we. Nou, fijn, het is ook belangrijk om dat te zeggen. Hè? Ja. Want ik snap ook dit wel... is volgens mij ook een modulair. Is dit modulair, jongens, van de boven? Ja, hè? Nee? Ja, dat is niet modulair. Het ziet eruit zoals het zou wel kunnen, hoor. Maar ik weet het niet zeker. Maar mensen hebben natuurlijk toch steeds het idee dat je in een agnebische zeecontainer zit. Maar dat is echt niet meer. En dat is ook niet de Amsterdamse standaard. En, natuurlijk is uiteindelijk een echte woning voor de toekomst, voor 100 jaar bouwen, beter. Ja. Het gaat gewoon niet zo snel. Maar het zijn echte woningen, hè? Het zijn echt woningen. Het zijn echte woningen. Nou, en je bouwt stikstofvrij. Ja. En laten we ook eerlijk zijn. Er zijn heel veel mensen die hebben gewoon een woning nodig. Ja. En wel nu. Ja. Ja, en niet morgen, niet volgende week, maar echt nu. Maar laten we niet vergeten dat de pijp ook gebouwd was voor 30 jaar. En dat hele grote stukken van de westelijke tuinsteden ook maar. Stukken in Noord, dat klopt. Maar wij hebben wel op heel veel van deze plekken de vaste ambitie uiteindelijk permanent te bouwen. Ja. Daarom hebben we ook garanties afgesproken met het Rijk en de regio om ze ook weer door te plaatsen. Ja, er is een deal gemaakt over de flexwoningen. En dat is denk ik heel belangrijk. Maar de komende 10 jaar zullen we dit tijdelijk gebruiken om de woningnood te ledigen. Heel goed, heel goed. Dan die balans tussen dat groen en dat rood. Hè. Daar willen we het nog even over hebben. We gaan er straks ook met Harry van Boeschoten over door. Hoe krijg je dat samen opgroeit, hè, dat groen en dat rood? Hoe ga je dat garanderen? Hoe zorg jij er nou voor dat mensen niet angstig worden voor het feit... He, dat groen verdwijnt. En wat voor soort groen heb je dan? En hoe kunnen we dat... die stad gezond en groen en dicht houden? Nou, kijk, die angst begrijp ik wel. Ja. Er is natuurlijk een referendum aangevraagd. Ja. Ik zat net even met de initiatiefnemer alvast wat te praten. Ik wil ook graag nog eens een keer wat verder doorpraten. Want het is onze vaste overtuiging, mijn vaste overtuiging... dat dit veel meer groen toevoegt, veel meer groen beschermt. Die technische adviescommissie voor de mensen die in het jargon zitten... die adviseert over hoe ga je met het groen om... is ook echt heel erg blij hoe we dat gedaan hebben. En tegelijkertijd is denk ik de angst... en dat soms is dat denk ik ook aangewakkerd door wat onfeitelijkheden. Dat moeten wij uiteindelijk denk ik gewoon beter uitleggen. Kijken of we elkaar meer begrip met elkaar... Want blijkbaar is het dus... Hè, dus jij, maar de angst is, het groen verdwijnt. Ja. Of
Die mensen in het college willen alleen maar bouwen, bouwen, bouwen. En wat gebeurt er dan met die plek die mij enorm na aan het hart gaat? Ja. Ja, die angst snap ik. En ja. Ik denk dat iedereen wel drie groene plekken in Amsterdam denkt. Nou, als ze hier met een tengels aankomen, dan haak ik mezelf aan de boom. Ik snap dat. Aan de boom? Ja, dat lijkt me nou, dan hou je het wel groen in ieder geval. Maar kijk, geen misverstand. Hè? Nee. In een vroeger tijd bij die hoofdgroenstructuur haalden we die ontwikkelgebieden, gaven we überhaupt niet op. Zeiden wij, joh, dan gaan we bouwen en dan kijken we aan het eind wel een keertje hoe het geworden is. Ja. Hebben we allemaal normen voor en zo. Dus we probeerden het dan wel. Maar ja, er hoeft maar één crisis te komen. Dat is het sluitstuk. Zo realistisch moet je ook zijn. We hebben nu gezegd, we gaan die hele kaart uit die omgevingsvisie van Amsterdam, die tot 2050 loopt, erin zetten. Ja. En dan tegen ontwikkelaars zeggen, nou, als je hier ontwikkelt, dat kan. Maar dan moet in dat gebied het groen echt beter en sterker terugkomen. En nou, ik heb al een gesprek gevoerd met de tak, die daar erg enthousiast over zijn, maar volgens mij ook niet mals. Dus volgens mij is de angst dat dan zaken zomaar verdwijnen of uit ons hand glippen zonder dat we er wat voor terugkrijgen. Ik durf de stelling aan dat we dat goed geborgd hebben. Dat geen enkele andere stad in Nederland heeft zoiets. Het is zelfs in de wereld uniek. We breiden het voor ze uit, maar ik bedoel, het is duidelijk dat wij, en dat vind ik ook belangrijk, we leven natuurlijk in een periode waar het vertrouwen burger-overheid, dat is wel een enorme dingetje. Dat ja, is maar, ding. Maar dat is gewoon ingewikkeld. Dus hier had je inderdaad die angst, hè, van dat groen, dat het groen verdwijnt. En je zegt, nou, dat is niet helemaal op feitelijkheden gebaseerd. Het is natuurlijk ontzettend emotioneel iets. Nee, maar ik snap dat. En je ziet natuurlijk ook heel veel renderporno, noemen we dat, sorry voor het woord. Hè, in allerlei plannen voor van allerlei renders van artist impressions van dingen die er komen. Ja. Gisteren ging het ook over het Bajerskwartier bijvoorbeeld. Ik geloof dat allemaal wel, maar hoe zorg je nou als gemeente, want het is niet meer van jou, het is natuurlijk uiteindelijk van degene die het verhuurt, dat groen geborgd is, dat het gegarandeerd groen blijft. Hoe? Nou, we hebben dat in onze afspraken met het vereveningen, dat is die pot met geld. Van die pot met geld, hebben, precies. Daar borgen wij dit. Daar zit dat groen in geborgd. Samen met de fractie van GroenLinks vond ik een interessante inzicht. Zouden we niet ook kunnen nadenken over een bepaalde garantstelling? Vind ik een interessante gedachte. Ja. Want misschien moet je daar nog wel wat extra's in borgen. Kijk, het is altijd dat je het echt labelt. Hè? Dus je bedoelt die garantstelling, dat die garantstelling het dat het groen blijft. Het gaat volgens mij uiteindelijk ook vooral om het geld van de gemeente en de ontwikkelaar, dat het er aan het einde komt. Het ingewikkelde met groen is een beetje dit. Je legt groen altijd het einde aan. Ja. En meestal is het dan nog niet helemaal volgroeid. Dat heeft ermee te maken dat je, als je met verschillende bouwprojecten door elkaar heen, dan kan je het groen eerst aanleggen, maar dan is het na 5 jaar is het natuurlijk helemaal doorgetrapt. Ja. Dus ik snap ook wel dat in die gebiedsontwikkelingen, je denkt, er is mij wel groen beloofd. Ja. Maar ik zie het nog niet voor mijn deur. Nee. Ik denk dat we dat beter moeten doen, meer moeten borgen. En in heel veel, misschien mag ik het stedenbouwkundig plan van het Schinkelkwartier, vind ik een van de, heeft ook allemaal prijzen. Ja, dat is een van die toekomsten. Ja, dat is, daar gaat over 20 jaar een fantastisch bloeiende wijk, waar je ook zo de Nieuwe Meer in fietst. En daar ligt groen echt, echt in het hart van de ontwikkelplannen. Ja, ja, precies. Maar het ingewikkelde is, Rome was not built in a day en Amsterdam ook niet. Je begint toch steeds met een kaveltje ontwikkelen, kijken of je dan het groen kan aanleggen. Ja. Dus ik snap ook wel dat mensen denken, wie garandeert mij dat het er over 20 jaar zo bij ligt als de plannen. Ook omdat je kunt eens kijken, ik heb ooit Daan Roggeveen, zit hier ook ergens in de zaal, over verdichting gesproken in het AT5-programma Bouw Woon Leven. Ja, zeker, mooi programma. In mijn programma, kijk dat. Nee, dat is enorm dicht boven elkaar, maar daar planten ze volwassen bomen. Dus niet van die sprietjes, maar meteen al volwassen bomen, winkeltjes in de plint, dat allemaal geregeld. Dit soort dingen zouden. Het is duur, maar het zou bijna kunnen. Het Harry nog eens over hebben. Ook wel over na zou moeten denken. En dit denken staat echt niet stil. Melanie van der Horst hier al gehad. Die is hier nog veel meer dagelijks mee bezig. Moet je misschien toch niet kijken of je ergens die volwassen bomen vandaan haalt en het dan weer aanplant. Ja. En er zijn echt wel, dingen te doen. Maar volgens mij, als ik de zorgen goed begrijp, gaat het over, de stad is in een heel rap tempo aan het ontwikkelen. En zeker
In Noord zie je ook wel bijna een stad van twee ontwikkelsnelheden. Nou, dat heeft ook wel te maken met hoe we daar afspraken over hadden. Heel hard, ja. Het voert allemaal te ver, maar gaat echt hard. En daar komt ongelooflijk veel groen bij. Er komt Buikslotterham, een enorm kaderpark. Alleen dat wordt wel op het einde aangelegd. Ja. Ik snap deze... Dus je ziet het toch niet, maar je moet het op een of andere manier door je oogharen... En geloven, hè? Op je blauwe ogen geloven. Types, geloven dat die belofte komt. Daarom hebben we denk ik ook die tak om dat heel erg te borgen. En er zijn terechte discussies over... Ja, maar dat zijn dus plannen, hè, om dat beter te borgen. Daar kunnen we jou op aanspreken. Hè? Nou, zeker graag. Precies. Ik sta voor mijn plannen. En tegelijkertijd, kijk, een referendum... Dus ik kom ook uit een politieke familie waar dat aan het hart ligt. Ja. Dus ik vind... Laat maar komen. Ja, natuurlijk, daar moet je als politicus ook niet bang voor zijn. Maar ik vond wel heel prettig om dan ook met initiatiefnemers... Wil je in ieder geval begrijpen waar we het mogelijkerwijs over oneens zijn? Ja. Dat vind ik belangrijk. Ja, kijk, en nogmaals, de gemeenteraad is mijn baas, maar de burger is de baas van Amsterdam. Kijk, nou weer talk. Dat zijn goede sluitwoorden. Want ik wil nu de mensen uit de praktijk uitnodigen aan tafel. Leuk. Harry van Boeschoten, Sylvia en Esther, kom aan tafel. Heel fijn dat jullie er zijn. Ik zal jullie even keurig introduceren natuurlijk. Eens even kijken, hier zijn ze. Kom lekker zitten. Pak water. Heel goed. Welkom, fijn dat jullie er allemaal zijn. Hier zit Sylvia Vennis. Jij bent kernteamlid van Red Amsterdam Noord. Je hebt het participatieprotocol in je handen, neergezet in 2021. Fijn dat je er bent. Harry van Boeschoten, programmadirecteur van de Groene Metropool. Jij zorgt dat de natuur en de stad dichter bij elkaar komen. Heel fijn. Esther Agricola van BPD. Directeur, wat ben jij? Je bent regio-directeur Noordwest bij BPD Gebiedsontwikkeling. Fijn dat je er bent. Welkom. Jongens, even Sylvia als eerste reactie op wat er tot nu toe gezegd is. Waar is het eerste? Je hebt goed geluisterd. Ik heb echt goed geluisterd. Laatste woorden van meneer Van Dantzig waren, of Reinier. Ja. Jullie mogen allemaal. En de burger is de baas. Ja. Dat biedt hoop. Maar jij hebt kanttekeningen. Vertel even, waar wil je op reageren wat je tot nu toe hebt gehoord? Ja. Het begon met 1 op de 10 huizen die bijgebouwd worden in Nederland, worden in Amsterdam bijgebouwd. Ja. Ja, ik hoorde hem ook ergens zeggen van we moeten met elkaar het gesprek aan over wat voor stad we willen zijn. Nou, laten we daar dan mee beginnen. Is dit wat we willen? Is dit de stad die we willen zijn? En wat is voor jou deze stad? Wat is de stad die jij voor je ziet? Het gaat niet om mij. Nee, ik denk dat we met z'n allen dat gesprek aan moeten gaan. Ja? Dat voorop. Maar als ik hoor dat er dan met trots gezegd wordt... 1 op de 10 huizen die bijgebouwd wordt is in Amsterdam... dan denk ik, dan moeten we dus heel gauw in gesprek over... wat voor stad willen we zijn. Willen we zoveel huizen per se in Amsterdam bijbouwen? Willen we misschien wel? Oké, dat is een goeie. Ja, dat is dus het eerste. Ja. Wat is even een kort rondje, hè, Sylvia, want straks komen we allemaal nog even... Ja, mag ik nog één ding? Absoluut, ja, nog één ding. Hoe krijg je alle wensen in één pakket? Ja. Heel simpel. Al je problemen in je plangebied oplossen. Ja. Dus dan bij planmaking gewoon direct uitgaan van al je opgaven... en niet het woonprobleem centraal stellen. Oké, dus alles integraal pakken. Oké, heel goed. Ik denk dat ook wel tussen de oren zit. Harry, jouw eerste reactie op dit gesprek tot nu toe. Even kort. Ja. Kern van onze visie op groene stadsontwikkeling is dat wij zeggen... je zou eigenlijk vanaf iedere voordeur in iedere stad of dorp het groen in moeten kunnen stappen. En of je nou een klein stukje gaat, of je gaat een heel hardlopen of met de fiets... je zou een drempeloos systeem moeten hebben. En dat zou zo goed moeten zijn dat je tegelijkertijd de natuur tot aan de voordeur brengt. En dan gaat het dus over verbinden van groene gebieden binnen en buiten de stad tot één systeem. En wat is jouw plan? Maar hoe vind je dat in Amsterdam tot nu toe... Nou, dan is het interessant in het gesprek en de publiciteit eromheen. Ja. Een van de dingen die wij wel geleerd hebben is dat je ongelooflijk trots moet zijn op wat je hebt. En daar zuinig op moet zijn. En moet kijken hoe je dat als uitgangspunt van al je ontwikkelingen kunt doen. En dat is voor buiten de stad en dat is voor in de stad. Ja. Nou, dat is denk ik een van de discussies... die hier nu spelen. Ja. En dat is denk ik spannend. Hoe doe je dat? Want die woningbouwopgave, even los van de vraag... of 1 op de 10, daar ga ik niet over. Die woningen moeten ergens komen. En komen ze niet in Amsterdam, dan komen ze wel in Utrecht. Ja. En daar speelt hetzelfde vraagstuk. Ja, precies. Dus dat is van de groene... Ja, precies. Esther,
Ik ben wel blij met de energie en het optimisme wat de wethouder uitstraalt. Ja. Ik ben ook blij dat hij zegt, we moeten samenwerken, ook met marktpartijen. Daar komen we misschien later op terug, maar dat is ook wel eens anders. En volgens mij gaat dat niet helpen, dus het lijkt me mooi om daar verder op in te gaan. Ik vind wel dat het accent heel erg ligt op wonen. Dat ligt misschien ook, kwam misschien ook wel door de vragen, maar ik denk dat de kern van een goede stad ontwikkelen in ruimtelijke ordening zit. Ja. En dat is een vak. Dat is een vak van vooruitkijken en dingen in samenhang op de lange termijn proberen te organiseren. En als ik de wethouder hoor praten over een kaveltje, dan ga ik rechtop zitten, want volgens mij moeten we daar vanaf. Ja, maar dat is die zijn er altijd, want je hebt een kavel nodig om te wonen. Maar ik denk, als je dit probleem wil oplossen, ook al is de nood acuut heel hoog, dan nog moet je het aandurven om vooruit te kijken en in de lange lijnen te durven denken. Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld KNSM, Java, Borneo Sporenburg, Eiburg, hoe fantastisch is dat? Dat dat er ligt. Dat waren grote gebieden. Die groen water, een fantastische biodiversiteit en ecostructuur. Ook een fantastisch woonmilieu. Kijk nou eens terug en leer daarvan. Dus ik denk, laat je niet verblinden door de crisis en de paniek. Stay calm. en maak on. Een gedegen plan. En als het gaat over het groen, ben ik heel erg bezorgd. Niet alleen voor Amsterdam, maar op heel veel plekken in Nederland. Ja. En denk ik dat veel meer nodig is om de achterstand die we hebben in Nederland als het gaat om natuur en biodiversiteit, om dat in te halen. Precies. Want als wij dat niet doen, worden we genadeloos door de Europese Commissie afgestraft. Dat zouden we niet eens moeten willen. Wat is jouw rol als projectontwikkelaar daarin? Hoe kun jij daar een enorme verantwoordelijkheid in te nemen. We zijn een grote partij met een lange traditie. En dan heb je dat te doen. Om daarover na te denken. Hoe zitten jullie? Want inderdaad, het groene, het integraal aanpakken. Want je bent natuurlijk ook, dat is waar, je hebt helemaal gelijk. Woningbouw, daar gaat iedereen op aanslaan. Maar ruimtelijke ordening is net ook weer. Zonder dat heb je incidenten. Dat niet. Maar wat Sylvia zei ook, dat integraal aanpakken. Wat jij ook zegt, dat komt allemaal samen in die integrale gebiedsontwikkeling. Wat integraler is dan ooit. Want in de tijden dat de KNSM en Java werd aangelegd, was het iets. Waren de tijden iets eenvoudiger? Gebiedsontwikkeling is iets anders dan ruimtelijke ordening. Ja. Ruimtelijke ordening gaat natuurlijk over ver vooruit durven te denken. Wat voor stad wil je zijn? Ja. Maar ook, wat zijn de gebieden van de toekomst waar je wil bouwen? En Amsterdam heeft natuurlijk met Koers 2025 een stap gemaakt door binnenstedelijk te gaan verdichten. Dat is volgens mij een slim plan. Ja. Maar er kan misschien nog meer. En daar moet je gewoon heel goed over nadenken. En hoe zou jouw de rol van een projectontwikkelaar daarin kunnen zijn? In het grotere verhaal, want we moeten volgens mij binnenstedelijk ontwikkelen. Dat is niet zo wereldschokkend. We hebben het sinds jaar en dag samen gedaan. Ja. En dat vind ik leuk van de wethouder, dat hij dat ondernemerschap herkent. En dat hij dat ook ziet dat je het samen moet doen. Zonder in platitudes, want het zou van die clichés, hè? Dus dan denk ik, daar gaan we weer. Ja, verschrikkelijk. Ik hoor handen uit de mouwen, bla bla bla. Maar je hebt echt wel nodig dat je tijd in elkaar investeert. Ja, en dat je met elkaar de diepte ingaat van en langdurig van wat zijn we aan het doen, waar lopen we tegenaan, wat heb je nou nodig en dat je een relatie maakt, dat je ook stevig even elkaar in de ogen kan kijken. Ik wou net zeggen, mag ik even aanvallen op dat stevige? Ja, maar even dit is heel mooi, hè, wat jij vertelt. Jij hoorde ook violen. Want dit zijn natuurlijk wel de tijden waarin we leven, dat we het vraagstuk van het kaveltje, dat is niet badinerend bedoeld, maar die zijn we voorbij. Hè. Het gaat over ruimtelijke ordening en het gaat over samenwerking. En dat is het mooie. Ik bedoel, 5 jaar geleden, 10 jaar geleden zou je uit een leidende persoon uit de wereld van de projectontwikkelaars niet zulke zinnen hebben horen spreken als zij ze nu spreekt. Hè? En dat is wel heel wezenlijk. Dan hebben we het dus inderdaad niet over bouwen, maar we hebben het over het creëren van een stad. Het maken van stad. Oké, maken van stad. Dat gaan we met z'n allen doen. Mag ik even de violen uitzetten en even een kromgeroffeltje doen in de zin van
Even naar Esther en dan mag jij even. Oh ja, natuurlijk. Even naar Esther. Maar kijk, het is prachtig, hè? Want ik hoor ook van veel marktpartijen, we moeten samenwerken. Uiteindelijk zijn er toch heel veel marktpartijen die ook zeggen van jongens, het wordt me nu echt een beetje te gortig met al die stapeling van eisen, plus de hoge grondkosten. Wat heb jij nodig om het voor elkaar te krijgen? Want laten we elkaar wel even... Ja. Eerlijk, want dat, nee, dat kijk, dat hoort natuurlijk een beetje bij het spel. Daar wordt gewoon gepiept. Er wordt gepiept. En dat is ook vaak terecht. Want niemand zei dat het makkelijk was. Hè? Nee, nee. Maar als je dat voorbij bent, dan en je duikt met elkaar in de boeken, dat moet je durven. En dan moet je ook gewoon met de billen bloot. Natuurlijk is het een spel van publiek en markt. En daar zit koopmansgedrag in, daar zit handjedrukken bij. Dat is van alle tijden, dus daar ben ik niet zo van onder de indruk. Maar waar het wel om gaat, is dat het ongelooflijk is dat het 2023 is en dat we in zo'n idiote crisis zitten. Ja. En dat het gewoon niet lukt met alles wat hier zit, om te bouwen. En betaalbaar te bouwen ook. En betaalbaar te bouwen. Ja. Dus dat betekent wel dat je iets anders van elkaar moet durven te vragen. Ja. En dat je op een andere manier aan tafel moet zitten. En als je daar nou even, maak dat eens concreet, hè? Als jij zegt van jij zit met Renier aan tafel en je wil een gebied gaan ontwikkelen, maar je krijgt het niet rondgerekend. Wat heb je dan? Ik ben met een collega van mij bezig, Edward van Zevenbergen. Ja. En die heeft een heel mooi concept, dat heet We All Benefit. Benefit for All. En dat gaat eigenlijk over het principe dat je met elkaar in de boeken gaat kijken. En dat je niet op projectniveau, maar op gebiedsniveau kijkt. Van oké, er zijn you lose some, you win some. Hè? Er zijn projecten, daar gaan we waarschijnlijk op verliezen. Er zijn projecten, daar gaan we op winnen. Laten we dat de komende tijd met elkaar gaan bijhouden. En een soort boekhouding met elkaar gaan aanleggen van hoe kunnen we uitmiddelen. Dat moet je durven, dat moet je kunnen. Maar dan ga je op een wat hoger niveau, publiek en overheid en markt, met elkaar dat gesprek aan. Waar leveren we wat in? Waar halen we wat weg? Waar incasseren we? Waar kunnen we mooi van genieten? Maar dat gaat weer over vertrouwen. Een relatie opbouwen. Dat gaat het daarover. Ja, precies. Ja. En dat geldt ook voor bewoners. Ja, dat is geen rocket science, hè, maar dat is gewoon... En wat jullie dus met elkaar doen, hè, duiken we de boeken in. Dat doen we nog niet, maar dat zou ik graag de wethouder op willen uitdagen. Oké, dus het is een uitnodiging. De violen zijn weg, maar nu duiken we met elkaar de boeken. Nee, want dat is niet makkelijk, hè? Nee. En dat zal ook niet altijd leuk zijn, ook niet voor ons. Nee, precies. Want wat Sylvia zegt is een heel waar ding, hè. Daar hoort het vertrouwen bij. Ik voel dat jij wat wil zeggen, maar ik wil nog eventjes... Ik ben net geweest, hè, dus je bent net even geweest, rustig tot ik weer aan de deur kom. Heel goed. Oh, wat fijn. Ik hoef niet als enige in de gaten te houden. Dat is heel fijn. Laten jou gewoon de show leiden. Ja, heel fijn. Heel fijn. Want als het gaat om op die manier, hè, met open boeken, transparant zeggen... Oké, dan hier win some en lose some. Maar dan komt Harry en Sylvia, die komen langs en zeggen... Maar luister, de natuur en wij dan, hè? Want... Kijk, als je win some en lose some, dan denk je van, doen we daar woningen waar we wat op kunnen verdienen en hier wat. Maar waar zet je die dan? En wat doet dat met de bestaande stad? Want als je dit hoort, krijg je daar meer vertrouwen in. Wat zou de rol van de bewoners hierin kunnen zijn? In deze onderhandelingen, deze manier van met elkaar praten? Nou, ik word inderdaad ook heel blij van het idee dat je het samen moet doen. Ja. Daar staan we heel erg voor. Daar hebben we ook dat participatieprotocol voor geschreven. Waar duidelijk aangeeft hoe wij dan denken dat zou kunnen, dat samen doen. Ja. Ik ben heel verrast over het aanbod dan van de bouwkant. Dat ze zeggen, nou, we willen kijken waar we common ground hebben. Mm-hmm. Ik denk dat het zo moet gaan, dat we met elkaar inderdaad een visie moeten neerleggen van hoe je wil wonen. Ja. Dat je alleen samen kunt zorgen voor een leefbare stad. Ja. En dat, hoe kunnen zij hun deel zo inzichtelijk maken, zodat wij daar als bewoners samen, wij allemaal, daar vertrouwen in hebben? Vertrouwen zit hem niet alleen in of je het zichtbaar maakt. Want dan moeten wij weer allemaal stukken doorlezen. Nee, vertrouwen zit erin dat je niet een touch and go doet. Wat nu heel vaak gebeurt. Hè? Oh, er is een inspraak of een pang. En oh, wat hebben we lekker veel opgehaald. Nee, bouw met ons een relatie op. Ja, ja. Dat is wat ik jou ook hoorde zeggen. Dat is belangrijk. We zijn gewoon in een andere wereld terechtgekomen. Je moet elkaar gaan vertrouwen. Je moet met elkaar een relatie opbouwen. Dat willen wij heel graag. Daar stoppen wij gratis heel veel tijd en energie in.
En dat is denk ik de enige manier waarop we een goede stad voor de toekomst kunnen bouwen. Ja. Maar dan moeten we vertrouwen met elkaar gaan hebben. Stel, jullie gaan een gebied aanpakken. Hè? Jullie zijn eruit hè, met elkaar, met een aantal partijen. Dan is het volgende moment. Hoe zorgen we er nou voor? Want er is een nieuw participatieprotocol. De natuur moet erbij in. Hoe zorgen we nou voor... Te laat. Te laat. Dan ben je te laat. Ja, precies. Hey, dat is precies het. Dat is precies. Welke timing doe je dat? Zoektocht. Hey, want wat je ziet is dat... vanouds worden groene gebieden en stedelijke gebieden vaak met de rug naar elkaar toe ontwikkeld. Hè? Ze hebben allebei hun plek en er ligt een grens tussen. Ja. En als je kijkt naar de stad van de toekomst, dan zou dat veel meer met elkaar verbonden moeten zijn. Als voorbeeld Purmerend, daar beheren wij het Purmerbos. De gemeente Purmerend heeft een aardige bouwopgave, BPD heeft daar een positie om te gaan bouwen. En op een gegeven moment was het allemaal een beetje van, nou ja, wat naast elkaar en hoe gaan we dat nou doen? En op een goed moment hebben we het initiatief genomen met z'n drieën, om te zeggen, als we nou eens met z'n drieën een plan maken voor die woningbouw. Ja, ja. Staand bos, nieuw bos, woningen, deel van de bestaande stad, zodat je dat verbinden van de groene stad en het nieuwe bos en het bestaande bos, zeg maar, als één geheel beschouwt. Wat je ziet, is dat wij als groene organisatie pas vaak heel laat in het proces betrokken worden. He, iemand van Bouwend Nederland zei jaren geleden tegen me een keer, min of meer voor de grap, maar toch, groen is waar de huizen niet komen. He, dat is de restruimte die overblijft als de bouwopgave klaar is. Ja, ja, ja. Dan ben je dus te laat. Ja. En dan is het interessant dat we met partijen als BPD en AM en met Heijmans heel vroeg in gesprek raken. Hoe ziet zo'n stad er nou uit? En dat is in Purmerend gebeurd met de bewoners ook. Precies, dan ben je dus samen zijn daar die bewoners ook bij aan het maken. Precies. Ja. En dat is niet makkelijk, sterker nog, het is ingewikkelder. Ja. Ja. Maar het is wel veel beter. Maar ik denk het vraagt een hele andere manier van werken. Ja. Ja. Het vraagt dat je omgaat met wat er is. Je gaat om met het groen wat er is. Je gaat om met de mensen die er zijn. Ja. We hebben het hier in Amsterdam over inbreiden. We hebben het niet over uitbreiden. Wat dat gevoel heb ik bij Purmerend dan dat er meer ruimte is. Maar misschien heb ik het helemaal verkeerd. Hier gaat het over inbreiden. Ja. En dat betekent dat er al iets is. Dat kan op jouw tekentafel wel zo zijn dat je straks die kavel leegmaakt. Maar dat moet je anno 2023 niet meer doen. We hebben een klimaatcrisis, we hebben terughollende biodiversiteit. Nou, noem alle rampen maar op. Daar moeten gemeenten en ook de bouwers moeten anders leren werken. Die moeten leren werken met wat er is. Maar met precies. We hebben een aantal bomen kunnen redden door gewoon te laten zien dat je dan maar met je shoveltje om die boom heen moet. Nou ja, op die manier kun je natuurlijk de creativiteit van hebben, maar de opgave die er ligt, hè. Dus je moet met z'n allen, we moeten en groen en heel veel woningen en betaalbare woningen en er moeten winkels en er moet werk in de stad blijven, al die dingen en meer. Wat Harry terecht zei en wat ik gisteren ook hier in het pakhuis hoorde, als het gaat om de straat weer terugclaimen, hè, dat we de straat weer van ons is, dat de auto luw wordt en dat we dat maakt het heel complex. Maar wel juist heel interessant. Maar nou ja, het is de vraag nu. Kijk, als je me 8 jaar geleden had gevraagd, hè, het compacte stad-idee, het inbreidingsidee. Ik ben daar enorm voorstander van. Ja. Maar ik denk dat de tijd ons heeft ingehaald. En dat het laadvermogen, het is zo'n modewoord, maar ik vind hem altijd toch wel mooi. Wat kan de stad allemaal absorberen? Ja. Dat knelt. Er is een grens. En misschien moet je toch weer durven na te denken van hoe maak je die taart groter? Om al die opgaves, die vragen allemaal, zoals jij ook zei, alles vraagt een fysieke vertaling. Alles heeft een ruimtelijke consequentie. Dus ga je je wil de stad niet cannibaliseren en niet opeten. Nee. Dus je zal wel heel goed moeten nadenken van gaan we niet over dat kantelpunt heen? En hebben we misschien dat toch te nodig veel wordt om de ruimte groter te maken om al deze opgaves. Maar dan heb je toch over dan toch bouwen in groen. Ja, alles is groen, waar niet gebouwd wordt. Ja, precies. Dus dat, ik denk dat je, probeer daar gewoon eens ontspannen naar te kijken. Ik vind dat we een hele gekke polarisatie hebben van in de stad, buiten de stad. Vind jij dat ook, Harry? Ik denk dat we wat ontspannender naar moeten kijken. Ja. Ja. Nou, we moeten, kijk, we hebben het echt natuurlijk is het slim om, als je dat lukt, om het grootste deel van je woningbouwopgave in de bestaande stad te laten landen. En er zijn natuurlijk oude bedrijfterreinen die het, en noem maar op, hè, dat is een goed idee. Ja, dat is ook nog een ding. Maar niet ten koste van alles.
Kijk, als je uiteindelijk de stad zo vol en dicht maakt dat de druk op het bestaande groen überhaupt al groeit, want er komen meer mensen in die stad te wonen, of dat je stukken kwijtraakt, dus kwaliteit verliest, dan zeggen wij ook van, kijken of je niet toch nieuwe wijken buiten de stad gaat bouwen, in het weiland zal ik maar zeggen, hè? Wat je natuurlijk eerst dan moet kopen, zitten ook weer mensen. Maar doe dat dan ook ruimhartig. Neem dan de ruimte. Ga niet zeggen van, nou, ik maak een soort schaamstadrandje waar het dan nog een beetje mag. Schaamstadrandje. Maak dan gewoon een nieuwe wijk, wat gewoon een wijk is van de toekomst, die gewoon groen is en waarbij je groen en wonen veel meer met elkaar integreert. Juist ook in die percentages, hè, in de 30-40... 40-40-20. Wat het getal dan ook is. Een mooi voorbeeld daarvan vind ik, in Zeist heb je een wijk Kerkenbos, was een oude wederopbouwwijk met flats. Deels van de flats is gesloopt, deel van de flats is gebleven. Het is enorm verdicht, maar het is geweldig qua kwaliteit. Maar voor iedereen, hè? Of je daar nou een villa hebt, of je woont in een gestapelde woning. Iedereen heeft diezelfde groene context. Dat is fantastisch. Ja, want daar wil ik ook over hebben. Voordat we het in het groen gaan bouwen, is er nog. Hè, er zijn studies gedaan in de naoorlogse steden. Hè, dus wederopbouwsteden, zoals Nieuw-West. Maar hè, dus ook in Zeist. Hmm. Dat je daar behoorlijk kan verdichten. En ook groen kan. Het groen dat daar ligt, is vaak kwalitatief niet echt. Nou ja, dat is natuurlijk het punt. Die wederopbouwwijken die hebben vaak van die gazons, waar hondenpoep ligt, zodat je er ook verder niks kan. Je kunt er ook niet gaan voetballen, bij wijze van spreken. Niet kwalitatief hoogwaardig groen. Nee, dat is voor de mensen heeft dat heel weinig betekenis. Ja. Ook niet voor de gezondheid en voor het bewegen en noem maar op. Het zijn automobiele wijken vaak. Ja. Geen loopwijken. Hartstikke saai om er te lopen. Maar het is ecologisch gezien. Voor de natuur is het ook waardeloos. Ja. Dus als je daar een deel van het groen. Ja, die gazons met die boompjes erlangs. Nou ja, met Hortensia Annabel. Voordat we echt in die discussie gaan, want daar wordt ook in de ontwikkelingsstrategie volgens mij over gesproken. Ja. Hè, over transformatie. Transformatie van naoorlogswijken, transformatie van bedrijventerreinen. Kijk je daar tegenaan, Renier? Als je kijkt naar bijvoorbeeld, laten we beginnen over, want daar zijn ook bewoners bezig. Hè, in Nieuw-West bijvoorbeeld. Daar wordt al hier en daar verdicht, er is hier en daar wat opgetopt. Niet hier en daar hoor, we hebben een stad als Leidschendam in 20 jaar superwest bij. Dat is superwest. Ja. Nou ja, wisten jullie dat? Dat is echt wel. Dat is even goed. Veel vrienden of kennen van mij zeggen, nou hier en daar zijn jullie wel wat bezig. Daar is substantieel bijgebouwd. Het kan nog meer, hè? Er zijn studies gedaan. Het kan nog meer. Volgens mij is het. Hoe kijk je daar tegenaan? Ik ga proberen even wat jullie allemaal gezegd hebben, kijken of ik dat een beetje aan elkaar kan verbinden. Kijk, dat woningbouwprogramma gaat toch eigenlijk even om het hier en nu, waar we het net over hadden. Hoe zorgen we al die plannen die er al zijn, vaak al door de inspraak heen van bestemmingsplannen, vrij harde planvoorraad, dat ook te realiseren is. Tuurlijk moeten we dat met open boek doen en misschien soms wat nieuwe dingen. Ik zeg, maak vooral een afspraak. Zoals je weet sta ik voor elk goed idee open. Maar waar volgens mij de zorgen heel veel over zitten, wat voor stad zitten we straks? Hè? Gaat het niet te hard op sommige plekken? Ik constateer ook dat we daar echt een goed gesprek over moeten hebben. Ik heb mij voorgenomen om met een ontwikkelstrategie 2035 te komen, om eigenlijk die tussenstap tussen nu, wat doen we vandaag, en wat is het eindbeeld van de omgevingsvisie, waar heel veel over geparticipeerd is en dat gesprek gevoerd. Maar dat is 2050, hè. Dat is vrij ver. Ik kan me daar zelf ook moeilijk een voorstelling van maken. En ik denk over zo'n jaar of 12, dan heb je nog enig idee wat dat je wil. Dat is 2035, ja. En volgens mij wil je in dat gesprek een paar dingen doen. Dus ik wil met bewoners, maar ook met groene organisatie, met ontwikkelaars zeggen, waar kan dat dan wel in de stad en waar niet? Wat vinden we nou eigenlijk een fijne en leefbare stad? En heb jij daar een soort plan voor die ontwikkeling? Ja, dus wij gaan, ik zeg het even uit mijn hoofd hoor, volgende maand beginnen met de eerste gesprekken, ook participatief. Ik ga er vanuit, anders checken we dat nog even. Sylvia, weet jij er al van? Ben je al? Nee. Nog niet benaderd, maar dat gaan wij organiseren. Ja? Het moet ook echt een proces worden, wat mij betreft, met de Amsterdammers en de ontwikkelaars. Natuurlijk ook met allerhande ambtenaren en andere verschillende diensten. Want Harry, je bent ook uitgenodigd bij deze. Ah ja, fantastisch. Kijk, wat Harry zegt. Deze drie dingen spreken mij enorm aan. Wat Harry zegt is bijvoorbeeld precies iets wat we in die hoofdgroenstructuur pogen. Volgens mij is het probleem altijd geweest dat groen dan helemaal aan het eind zegt, wat doen we eigenlijk met het groen? Terwijl je juist moet bedenken, hoe passen we
groen hierin? Kijk, en in de bestaande stad zie je denk ik nog wel... ik vind zelf het Rembrandtpark altijd fascinerend. Prachtig park. 3,5 minuut fietsen van het Vondelpark. Nou, dat ken ik goed. Daar heb ik een horecazaak gehad. Kon je over de hoofd lopen. 3,5 minuut verder kon je uitgebreid... Heerlijke rust, ja. Dus in de bestaande stad moet je denk ik meer nadenken... hoe kan je dat groen beter gebruiken? En wat is er dan nodig? En in de nieuwe stad, en dan vind ik Nieuw-West wel een goed voorbeeld... moet je inderdaad nadenken. Ja, je hebt soms zo'n groenstrook, zo'n gazon... Wat kun je daarmee? Nou ja, maar ook hoe kunnen we dat verbeteren? Kijk, en over my dead body, we gaan geen groen weghalen. Ook niet een gazon als er niet iets beters voor terugkomt. Ik zie ook wel eens, wij doen dan een bomen-effectrapportage. Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik het woord nog nooit gehoord had... voor ik in deze baan zat, zal ik dan maar bekennen. Maar daar gaan we, nou eigenlijk wat Sylvia zegt, echt nadenken. Oké, maar als we die bouwlijn nou zo leggen, kan deze boom dan blijven? Want ik denk dat we ook wel eens te snel gedacht hebben. Ach, kappen we dat ding. Planten we hem opnieuw. Ja, dat is natuurlijk, en ik snap dat, want een boom kan soms ook zelfs... En dan kun je dus heel goed de lokale expertise gebruiken van bewoners. Absoluut. Want we hebben bij de Eidoornlaan bijvoorbeeld 200 zoveel bomen gered. Doordat daar lag een plan voor, dan moest het verkeer anders gaan lopen. Ja, waarom denk ik dan? Omdat het gebied tot op de weg was uitgegeven. Dus tot op de weg was gebouwd. Dat gaf problemen met de ontsluiting, onder andere voor de ambulances van Boven-IJsziekenhuis. Maar samen met een arts, Art Baks van het Boven-IJsziekenhuis, hebben we protest gehouden vorig jaar 8 maart. Dat is Eidoornlaantje gaan heten op het stadshuis volgens mij. Dat hebben we toen met fietsen vastbinden en zo hebben we dat acuut tegen kunnen houden. En er is op hele korte termijn is er een ander plan gekomen waarbij de ontsluiting perfect was en er hoefde geen boom om. En is dat plan doorgevoerd? Ja. Dat alternatieve plan? Nee, heel goed. Ja. Maar dat dus daar kun je dus de lokale kennis van bewoners heel goed gebruiken. Zeker als je in Nieuw-West Een bestuurder... zit 4 jaar, zo ongeveer. Hè. En, dat is wel de ambitie in. Maar die bewoners, die wonen er 5, 10, 20, 30, 40 jaar. Ja. Die weten precies van elk stukje groen. En dan vind ik dan een beetje jammer als er gezegd wordt... ja, dan gaan mensen over hun 3 leukste plekjes of zo. Nee, dan komt dat vertrouwen komt heel erg te pas. Het gaat erom dat bewoners vaak... de geschiedenis weten van de stad en ook de kennis hebben over de ecologie van het groen om hen heen. Ja. En dat het dan juist heel erg uitmaakt of die ene boom wel blijft of niet... vanwege de vleermuizen of een aanvliegroute of whatever. Dus ik snap dat ook. En soms heeft dat echt. Groen ook gewoon een bepaalde emotionele waarde, toch? Maar daar ook gewoon een naast biodiverse waarde. Nou, maar dat je gewoon... Ja. Maar dit is... Nee, maar het zou kunnen, het zou zomaar kunnen in Noord bijvoorbeeld, waar nu het aantal huizen verdubbeld gaat worden. En er dus ook, daar kan je dus toch ook niet omheen dat er dan groen verdwijnt. En het zou zomaar kunnen dat daar emotionele waarde bij zit, bij sommige stukken. Natuurlijk. Omdat mensen ook landmarks nodig hebben. Je moet mensen begeleiden bij zo'n verdichting waarbij de aantal woningen verdubbelt. Ik wil even, ja. Ik snap dat enorm. Hè? En kijk, ik bedoel, het is altijd makkelijk om je handen te wassen in de onschuld. Omdat je voorgangers het misschien niet goed hebben gedaan. Maar dit moeten wij gewoon als organisatie, als stad, ook met de bewoners beter doen. Kijk, en ik ben ervan gedrongen. Ik heb zelf ook een paar, geen idee wat de ecologische waarde van die bomen is. Maar daar zou ik ook wel om moeten treuren. Ja. Of het is net het bladerdek wat jouw inkijk tegenhoudt. Ik snap dat. Moeten we zorgen voor... Het gaat niet echt om die persoonlijke of het bij mij inkijk. Het gaat juist om bijvoorbeeld een gidsboom voor een vleermuis. Hij probeert het verder te duiden. Ik probeer het iets. Dus het kan heel particulier zijn tot iets enorm groots. Ik snap dat. En ik realiseer me ook dat een wethouder uit een ander stadsdeel, ondanks dat ik denk dat ik de stad goed ken, of een ambtenaar die misschien ergens anders woont of net buiten de stad. Natuurlijk, daar moeten we het gesprek mee aan. Maar ik heb wat ik wel belangrijk vind in deze discussie. Daar zit natuurlijk ook gewoon de spanning op. Laten we dat dilemma benoemen. Amsterdam is uiteindelijk ook een stad waar veel mensen op zoek zijn naar een woning. Maar het aantal mensen die in één woning woont weer is toegenomen. Dus we hebben ook gewoon meer woningen
meer ruimte nodig. En het ingewikkelde is wel, en laten we dat gewoon benoemen, als jij 25 bent en woningzoeker, en meneer zei het net al, dan is je positie ook niet sterk. Want al deze bewoners, en ik vind dat terecht, en dat, ik vind dat ook alleen maar goed, hè, en ik wil daar zorgvuldig mee zijn. Ik roem het participatiekader van Wet Amsterdam-Noord. Het is gewoon beter geworden dan wij het daarvoor als gemeente deden. Maar wij moeten wel, denk ik, met elkaar, en overigens proef ik dat bij Wet Amsterdam-Noord best, hoor, dus het is geen verwijt, maar ook wel steeds zeggen, maar hoe organiseren we die mensen die er straks komen wonen. Dus en hoe zorgen we. En nieuwe bewoners. Dat wil ik dus ook bij die ontwikkelstrategie. Ook met jongeren. Er is een jongerenraad. Leg ons dan ook uit wat jullie nodig hebben. Dat is een, samen, ouderen, jongeren. Ja, kijk, het moet. Ik vind dat het veel te gepolariseerd is. Het is soms. Noord tegen het stadhuis. Verschrikkelijk. Want oude, nieuwe bewoners. Oud, nieuw. Groen met tegen woningbouw. Rood en grijs. Moet het gaan afsluiten, Renier? Ah, wat jammer. Ja, nog niet voor de zaal. Wij blijven maar mag ik dan nog één oproep? Je mag één oproep doen voor de AT5. Ik ben ervan overtuigd dat al deze problemen ongelooflijk ingewikkeld zijn. En dat we ook echt wel eens met elkaar tegen de lamp lopen. Maar als we onze schouders eronder zetten, dan weet ik zeker dat het en-en kan. En dat je en een groene stad, en een stad waar jongeren een woning kunnen vinden, en een stad waar we allemaal trots op zijn, en een stad die enorm leefbaar is, en dat we het samen met bewoners doen, dat lijkt me essentieel. Zo zie je, hier staat ook. Bestaande woningen, doe daar wat aan. Ja, daar gaan we ook wat aan doen, jongens. Het gaat hier door, jongens. De mensen van AT5, jullie hadden hier naartoe moeten komen, want we gaan nog ontzettend door. Samen stad maken staat hier op Pakhuis de Zwijger, het mooiste praathuis van de stad. Kom voortaan hier naartoe om door te praten, want we gaan hier straks helemaal los. Mensen zitten hier te koken, willen hier van alles vertellen. Ik sluit de opname voor AT5 af met de mededeling dat 23 februari zit hier Zita Pels. Dat is onze jouw collega. Over de bestaande huizen. Huisvesting. Ja, dus dan kan Sylvia en groen, weer. Dus dan kan Sylvia weer. Kom meepraten dan naar Pakhuis de Zwijger. Nu ben je er niet, dat is heel erg jammer. Maar volgende keer kun je komen. Dan kun je ook vriend worden van Pakhuis de Zwijger. Dat gaan we allemaal zien. Wij gaan hier in de zaal verder. Ontzettend bedankt voor het kijken. Ik zie u graag volgende keer hier live. En tot de volgende keer, 23 februari dus, Zita Pels. Tot dan. Dankjewel.